Toen we in de visagie zaten, zei hij meteen van luister, ik heb gehoord wat jullie gaan doen met Niemann. Ik hoop toch wel dat West Wing daarbij zit. Want dat was de allerbeste, vindt hij. Ik ben dat wel met hem eens. Misschien nog wel beter dan House of Cards, omdat het nog realistischer is. Als je nu op Wikipedia de president opzoekt, die daar de president speelde, het is gewoon Martin Sheen. Maar hij heet in de film Josiah Bartlett. En er wordt op Wikipedia gezegd, the best Democratic president ever. Nee, hij is acteur. Maar je kan wel begrijpen waarom. Het was tenzijde van George Bush. George Bush die kwam al niet uit zijn zinnen. Die gebruikte woorden in het Engels die niet bestonden. Don't misunderestimate me. Die maakte er een zootje van. En dan, dit kan je niet eens vertalen. En dan komt er dus in de tv-serie een belezen, intellectuele, weloverwogen, maar ook stoere president. Hier neemt hij het op tegen George Bush. En dan zegt hij, die man heeft net in 10 seconden of in 10 woorden iets heel slims gezegd waar iedereen voor applaudisseert. En dan zegt Josiah Bartlett, zegt, oké, dat waren 10 slimme woorden. En nu, kijk naar het fragment. Here's my question. What are the next 10 words of your answer? Your taxes are too high, so are mine. Give me the next 10 words. How are we going to do it? Give me 10 after that. I'll drop out of the race right now. Every once in a while, there's a day with an absolute right and an absolute wrong. But those days almost always include body counts. Other than that, there aren't very many unnuanced moments in leading a country that's way too big for 10 words. I'm the president of the United States, not the president of the people who agree with me. And by the way, if the left has a problem with that, they should vote for somebody else. Mooi, hè? Mooi, hè? Ja. Want dit was ten tijde van you're either with us or against us, hè, George Bush. Je bent met ons of tegen ons. En dit, de nuance die natuurlijk nodig is voor de politiek, kwam hier naar voren. En dat, want ik heb nog één dingetje meegenomen. Wat echt geweldig is, dat je ziet hoe gewoon feit en fictie door elkaar heen lopen. Is dat over de volgende film, dit fragmentje, heeft Donald Trump recentelijk gezegd, zo'n president wil ik ook zijn. Moet je even kijken naar welk fragment dat is. Get off my plane. Harrison Ford. Harrison Ford speelt president. De kapsel, klopt wel. En dan Air Force One. En dan zegt dus Donald Trump, zo'n president wil ik zijn. Ze hebben dat tegen Harrison Ford gezegd. Die heeft in de camera gekeken en gezegd, Donald, het is een film. Kom op. Maar desalniettemin, feit en fictie lopen door elkaar heen. Ik heb wat cadeautjes voor jullie meegebracht. Oh. Want wat zie je nou? Je ziet dat, dat doet Netflix heel slim. Die hebben dus een nieuwe serie House of Cards. Maar dan gaan ze dus doen. En ik zag hem op Nederland 1, vracht voor 8 uur. Ja, ik zag hem ook vandaag. Een commercial. Ja, ik zag hem. Waarvan je denkt, ik zit naar een Amerikaanse presidentscommercial te kijken. Hè? Heel serieus. Make America Great Again. Mooie teksten eronder. Maar dan doen ze dus alsof het gewoon een echte campagne is. Dat was een commercial van Frank Underwood. Een commercial van Kies op mij. Hij heeft stickers. Dit is voor op je koelkast. Hij heeft t-shirtjes van Frank Underwood. Er hangen in Amerika gigantische posters. Het heeft voor heel veel verwarring gezorgd. Toen ze commercials uitzonden tijdens het laatste Republikeinse debat. Daar raakten kijkers helemaal van in de war. Van, kan niet op ik wil op hem stemmen. Ja. Ze hebben hier ook allemaal vlaggetjes en zo. En dat doen ze echt fantastisch, dat Netflix. Het is soms een beetje eng. Dorian zei er straks ook. Je kan toch niet bedenken dat Donald Trump ooit president wordt? Ja. Nou, misschien niet. Maar als Frank Underwood het voorbeeld is waar mensen in geloven. Wie weet. Rick Niemann, dames en heren.